Ben je van plan om je keuken of je badkamer te gaan verbouwen, maar je hebt eigenlijk helemaal geen idee welke tegels je moet kiezen? Mark Jansen, die ga ik vandaag spreken van Koninklijke Mozaïek. Die kan me vertellen welke tegels echt helemaal in zijn. Ja, ik ben benieuwd. Mark, stel voor ik wil mijn badkamer vernieuwen. Welke tegels zijn nou echt in? Nou, tegenwoordig zie je tegels van 2 bij 2 centimeter tot wel 90 bij 90 centimeter. Grote verschijnenheid aan formaten. Maar wat heel erg in is, is tegenwoordig om in één wand verschillende kleuren tegels toe te passen. Bijvoorbeeld onder het hoger contrast. Of net een hele subtiele overgangsvorm van ton sur ton, van een licht midden tot een donkere toon. En dan krijg je gewoon een prachtige wand. En mooi om in een badkamer toe te passen is dat je die wand die jij het belangrijkste vindt, bijvoorbeeld die van je wastafel, dat je die in zo'n wand uitvoert, met zo'n mooie ton sur ton effect. En dat je de rest van je wanden dan heel basiswit houdt, een witte wandtegel. Nou, dan krijg je gewoon een hele mooie belangrijke wand die fraai uitziet en de rest straalt dan rust en ruimte uit. Klopt het als ik zeg dat tegels meer een onderdeel zijn geworden van het design van een huis? Ja, dat klopt. Je ziet tegenwoordig dat tegels toegepast worden in iedere ruimte van een huis. Naast de eerder genoemde badkamer, keuken en woonkamer zie je dat tegels ook vaker op slaapkamers of tegen wanden van bijvoorbeeld je open haard worden toegepast. Mooie bekomstigheid is dat een vloerverwarming heel erg goed is bij gebruik van tegels, want de tegel geleidt de warmte zeer snel. En mooi daarbij is dat in de zomer, als het net heel erg warm is, die tegel lekker fris aanvoelt. Nou, en als je dan kijkt naar verder gebruik in en om de woning, je kunt zelfs dezelfde tegel die je binnen toepast in je woonkamer ook buiten op je terras gebruiken. En dan krijg je eigenlijk alsof de tegel doorloopt visueel naar buiten toe. Heb je misschien een voorbeeldmuur met tegels? Jazeker, laten we even gaan kijken. Waar worden deze tegels eigenlijk gemaakt? Nou, al deze keramische tegels worden allemaal hier in Maastricht gemaakt. Oh. Ja, dat zie je hier ook terug in de historie van het gebouw en in de stad Maastricht. Hoe gaat zo'n productieproces precies? Nou, tegels die staan voornamelijk uit zand en klei. En die worden onder een hoge druk worden die tot een homogene massa geperst. Mm-hmm. En dat gaat vervolgens de oven in, waar tot een slijtvast product met een lange levensduur worden gebakken. Heb je misschien een goede tip voor de kijker? Ja, de tegelwand die is pas compleet als die helemaal gevoegd is. Laat nou door jouw tegelzetter, door je vakman, een voegproef opzetten. En beoordeel die voegproef niet meteen, maar doe dat een dag erna. Dan is die voeg pas echt op kleurechtheid. En dan kun je de totale tegelwand pas compleet bekijken.